kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een Lookfantastic unboxing en shoplog. Want ik heb 2 bestellingen geplaatst. Eentje heb ik al uitgepakt. Eentje nog niet. Dat ga ik vandaag doen samen met jullie. Dus ben je benieuwd naar wat ik heb gekocht? Kijk dan zeker even verder. Het kan misschien een beetje donker zijn. Want het is heel slecht weer. Echt, net op de dag dat ik wil filmen begint het kaart te regenen. Is het grauw en grijs. Maar we doen gewoon gezellig een kaarsje. Met het pakketje wat nog dicht zit. Die ga ik even openmaken. Die is open. Mocht je Lookfantastic nog niet kennen. Het is een Engelse webshop met ook een Nederlandse site. En ja, er zijn zoveel merken verkrijgbaar. Ook die niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Of lastiger. Maar ook merken die wel in Nederland verkrijgbaar zijn. Maar dan een stuk goedkoper. En daarnaast heeft Lookfantastic heel vaak kortingscodes. Affiliate codes van de andere influencers gebruik ik van collega's. En gewoon heel veel acties. Dus ja, ik shop daar heel graag. En toevallig eind december heb ik 2 bestellingen geplaatst. En niet hele grote bestellingen, maar ik dacht leuk voor bij elkaar voor deze video. En ja, ik wil graag met deze producten aan de slag. Dus ik ga lekker unboxen samen met jullie. Die kan aan de kant. Prijs en alle informatie zet ik in de beschrijving. Laat ik beginnen met iets wat heel erg in de aanbieding was. En dat is van Natasha Denona. Het Bronze Cheek Face and Glow Palet. Natasha Denona is ook een fantastisch merk. Niet verkrijgbaar in Nederland. Maar sinds vorig jaar heb ik daar meerdere producten van. En de kwaliteit is echt super. Alleen de prijs ligt wat hoger. En uit mijn hoofd is dit palet rond de 43 of 53 euro. En ik heb er 24 euro uiteindelijk voor betaald. Of zelfs minder nog. Er kan nog een code van 10% eraf. Dus ja, weet je, dat is een goede deal. Ik laat het even zien. Ja. En dan ziet het er... Wacht, ik doe het spiegeltje zo uit. Dit is dus een face palette met 4 poeders. Of nee, als ik het goed heb, zijn dit 2 crème producten. Vandaar ook dat er een plasticje op zit, dat er niks in komt. En dit 2 poederproducten. Ik zal die even omhoog doen. Super uit. Mochten jullie hiervan een review willen zien op YouTube, op Instagram of op mijn blog, keuze genoeg, laat het dan even in een reactie achter. Maar ik ga daar van de week weer foto's van maken zodra het lichter is. Want ik wil hier graag mee aan. Het product van NYX, de Marshmallow Primer. Die is ook gewoon in Nederland te verkopen en bij andere webshops. Ik heb hem ook al een stuk of 10 keer in mijn winkelmandje gehad. Maar heel vaak er weer uitgehaald omdat ik dacht, je hebt genoeg. Maar ja, dan heb je zo'n zwakte moment in december. Dan denk je van, ja, we kunnen toch nergens heen. Laat ik hem toch gewoon bestellen, want ik wil hem proberen. Ik ga hier verder geen review over schrijven, maar wel proberen. Mocht hij goed zijn, zie je bij mijn favorieten. Mocht het niks zijn, dan zie je hem bij mijn afraders. Koudere weer heb ik iets meer last van drogere lippen. En daardoor was ik op zoek op Lookfantastic. Of ik zat gewoon te scrollen, weet je. Gewoon, dan zit je een half uur scrollen, winkelmandje vullen. Klik je het weer weg, weet je. Zo zat ik te scrollen. En toen zag ik de Overnight Lipmask van Dr. Papa. En ik zag allemaal lovende reviews. Ik heb ook reviews gezocht via Google. Dat doe ik ook nog steeds. En iedereen was enthousiast. Dus ik dacht, ik bestel daar een tubetje van. En ik dacht, dit is misschien wel leuk. Juist ook om te proberen voor Pinkit.nl voor een review. En mocht het helemaal niks zijn, zie je hem ook vanzelf weer terug in een of andere video. Bij ieder van mijn make-up gebruik ik graag een cleansing olie. Een reinigingsbalm. En microvezel doekjes. In plaats van wat schrijfjes. Wat schrijfjes gebruik ik meer voor de nagellak of sterren. Mijn dochter gebruikt ze. Maar die microvezeldoekjes, daar kan ik er nooit genoeg van hebben. Want die liggen heel vaak in de was. En, oh, daar zit... Ik wil hem openmaken. Ik denk dat doe ik ondertussen. Maar die zit hier, zeg maar, zo'n... Het is zo'n stukje plastic door de rits. Dus die ga ik eerst even af. En dan eindelijk openmaken. Dit is van Revolution Skincare in Londen. Makeup Revolution. Die heeft... allemaal extra lijnen nou. iHeart Revolution, Revolution Skincare. Dus hartstikke betaalbaar. En hierin zitten meerdere microvezeldoekjes. En die zijn redelijk groot. En die gebruik ik dan eens, nou ja, samen met mijn cleanser om mijn gezicht te reinigen. Of droog te maken. Hij is best zacht. Ik heb zachtere, maar misschien komt dat na het wassen. En er zit er 1 in... 2 en 3. handig zo'n pakje, weet je. Ik gooi ze eerst in de was en daarna kan ik me... Volgens mij mag je hier geen wasverzachter bij gebruiken. Dat moet ik nog even uitzoeken. Maar ik gooi ze in de was en dan kan ik ze van de week gaan gebruiken. Ik ben mijn video aan het bewerken van de Lookfantastic unboxing. En ik zie dat er 2 clips weg zijn. Ik wilde de producten wel even benoemen. Ik heb ook de INKEY List Oat Cleansing Balm gekocht. Dit is een betaalbaar merk en die ga ik uitproberen. En dan een wat duurder merk van Rodial. De Dragon's Blood Hyaluronic Mask voor de droge huid. En ja, weet je, dit zijn wat soort producten waar ik heel erg benieuwd naar ben. En daarom dacht ik, ik voeg zo nog even een clip toe. Zodat jullie wel weten dat dit misschien binnenkort op Pinkit. Op mijn werk zit ik eigenlijk uren per dag op Instagram. En zo ontdek ik ook weer nieuwe merken. Of merken die voor mij nog onbekend waren. Of weet je, ik ontdek daar ook heel veel van. Zo ook het merk Hairburst. En ik zag deze verpakking en dacht, yes. En deze zijn normaal, wacht maar. Normaal rond de €20 per stuk of €15 of nog iets. En nu had ik ze voor €8 per flacon. Ik heb voor Longer Stronger Hair de shampoo en de conditioner. Het ziet er te leuk uit. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Maar ja, daardoor trok het wel mijn aandacht, eerlijk gezegd. Ik ben heel benieuwd naar de werking of je hier echt langer haar van gaat krijgen. Ik geloof daar eigenlijk niet zo in. Maar zolang mijn haar maar schoon aanvoelt, zacht aanvoelt en dat het gewoon zijn werking verder doet, vind ik het eigenlijk dan alweer mijn laatste aankoop. En dan eentje waar ik het meest blij mee ben met alles wel, want anders zou ik die kopen. Maar dit is wel mijn favoriet. En ja, dat is hetzelfde merk als van dit palet. Natasha Denona. Ik ben gegaan voor het retro palet, het oogschaduwpalet. Die is wat nieuwer en die was gelijk toen ik het zag, dacht ik, die wil ik hebben. Omdat het, ik laat het verpakking nog even zien. Je kan ook de oogschaduws uithalen en in je eigen palet stoppen. Dit zijn de kleuren en ik hoop dat jullie ze kunnen zien. Want het wordt steeds donkerder en grijzer en grauwer. Maar ja, ik wilde zo graag met deze producten aan de slag. Dat ik geen zin had om nog een paar dagen te wachten tot het eindelijk weer zondag is. Het palet bevat 15 oogschaduws en een vrij grote spiegel. En ik ga hem ook nog niet swatchen, want ik ga hier gewoon lekker een review over schrijven. Dit waren mijn Lookfantastic aankopen alweer. Nogmaals, sorry als het wat donkerder is deze video. Maar ik wil gewoon heel graag met deze producten aan de slag. En had geen geduld meer om te wachten. Maar heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Doei allemaal!